Vlinderstad Ennen. Welkom op mijn YouTube-kanaal Mensenpark René Postuma Emmen. Ontdek Emmen en diverse locaties. Exact 140 jaar geleden kwam Vincent van Gogh met de trein vanuit Den Haag aan op het treinstation in Hoogeveen. 3 maanden verbleef de wereldberoemde kunstenaar dat najaar van 1883 in Drenthe. Ik ben in een prachtig land, schreef Vincent van Gogh in 1883 aan zijn broer Theo. Het land waar hij op doelde was Drenthe. Die provincie ademt nog de sfeer van jaren her. 2023. Vincent van Gogh jaar. Drenthe. Kunstenaar Vincent van Gogh. Zo mooi, zozeer pakt het me algeheel in en voldoet mij absoluut, dat ik indien ik niet voor altijd hier kon zijn, ik liever niet gezien had, schreef Vincent van Gogh. Mooi is Drenthe nog steeds, hunnebedden en prachtige brinkdorpen, met Saksische boerderijen en molens liggen verspreid in een vredig en nog gaaf landschap. Laat je inspireren door Drenthe. Het overkwam Vincent van Gogh ook in 1883. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer op YouTube-kanaal Mensenpark René Postuma en mijn Stad van Speciaal Zaken, Wildlands Adventure Zoo, Atlas Theater, Raadhuisplein, Hondsrugtunnel, Enzepark, Vlindermarkt, Grote Kerk, evenementen en festivals, over Els Communion.